3 minutes nummer 1475 met een uitzending voor vandaag 20 november 2018. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag deel 15 uit de serie over geheime elektronica. Daarna een lang deel uit de serie over micronaties. Nou ja, serie, een lang deel over micronaties. De morseoefeningen die ik vanaf ongeveer 18 uur 48 tot vlak voor de Daily Minutes van 7 uur 's avonds uitzend, die worden trouwens redelijk goed beluisterd. Als je tenminste kijkt naar het aantal meeluisteraars die er op dat tijdstip ineens zijn. Informatie over deze morse is als volgt. Het is geen morse cursus, maar een praktijkoefening die een goede voorbereiding is om met telegrafie op de band te verschijnen. De oefeningen die een constante snelheid hebben bestaan uit random woorden, uit klare taal en uit een groot aantal gefingeerde QSO's, precies zoals je ze op de band ook tegen kunt komen. Hiermee leer je alle gebruikelijke afkortingen heel snel en als je dat nog niet weet ook hoe een QSO op de band er ongeveer uitziet. Het is namelijk veel eenvoudiger om op te nemen dan een stukje klare tekst of code. De belangrijkste afkorting daarbij is PSE-RPT, Please Repeat. Maar zonder gekheid, er zijn behoorlijk veel beginners die op de band verschijnen. En morsen zijn er met een ouderwetse sleutel. Daar moet je goed op oefenen. Met een paddle, waar de meeste mensen tegenwoordig voor kiezen, is dat veel minder het geval. Iedere avond dus, vanaf ongeveer 6:50 op dmr.li. Vanavond is trouwens weer de D-Star-ronde op de bekende, op alle D-Star-repeaters. Met als rondeleider Danny, PA2, SNK. Je kunt de ronde ook beluisteren als je geen D-Star-apparatuur hebt via de site van Frans Papa Delta 4 Fox Mike Juliet. Dat is www.pd4fmj.nl. Vandaag deel 15 van de serie over geheime elektronica. Gisteren gingen we wat verder in op verschillende manieren in technische zin om af te luisteren. Vandaag wil ik het hebben over een concreet geval waarbij het afluisteren achteraf bekend werd en over de gebruikte techniek in die zaak. Het gaat hier om een voorbeeld uit Nederland. In 1958 en 1959 werd door de Nederlandse BVD samen met de Amerikaanse CIA de Russische ambassade in Den Haag van afluisterapparatuur voorzien. De gebruikte afluisterapparatuur hiervoor betrof een zogenaamde EasyChair Mark III, een apparaat waarvan er een exemplaar zich bevindt in het Nederlandse Cryptomuseum. Een gedetailleerde beschrijving van deze afluisteractie onder de naam Operation EasyChair is ook te vinden op de website van het Cryptomuseum, cryptomuseum.com, net als een meer uitgebreide beschrijving van het afluisterapparaat, inclusief schema's. De volgende technische beschrijving van het apparaat uit de late jaren 50 is een verkorte en sterk aangepaste versie van de beschrijving van dit apparaat op de site van het Cryptomuseum. De EasyChair Mark III, ook bekend als EC Mark III of EC3, is een passief verborgen apparaat, een bug, ontwikkeld in 1958 door het Nederlandse radarlaboratorium, het NRP, voor de Amerikaanse Central Intelligence Agency als onderdeel van een lange termijn ontwikkelingscontract onder de naam EasyChair. Net als de eerdere versies EC1 en EC2 werkt het systeem op 378 MHz, maar maskeert het audio door een subcarrier te gebruiken, aldus het Cryptomuseum. Door gebruik van zo'n hulpdraaggolf is het lastiger voor iemand die over de frequenties draait om het signaal per ongeluk op te vangen. Door het principe moet het signaal in de luisterposten tweemaal worden gedetecteerd. Het principe staat bekend als audiomaskering en de EasyChair 3 was een van de eerste pogingen om dit principe toe te passen. Het is bekend dat tegenwoordig soms, tot zover het Cryptomuseum, het is bekend dat tegenwoordig soms de modus Tetra DMO hiervoor wordt gebruikt. Zoals ik zelf in een filmpje op YouTube laat zien, is een dergelijk signaal op een FM-ontvanger nagenoeg niet waar te nemen. En veroorzaakt het zelfs hoegenaamd geen storing als het signaal veel sterker over een zwak FM-signaal heen wordt uitgezonden. Ja, ik volg met het voorgaande wel de beschrijving op de website van het Cryptomuseum. Ik denk eigenlijk dat het signaal niet zozeer door de hulpdraaggolf gemaskeerd werd. Bij een AM-gemodelleerd signaal met twee hulpdraaggolven, zeker op zo'n hoge frequentie zoals hier, kom je drie signalen tegen. Twee hulpdraaggolven die gewoon de modulatie bevatten, met daartussenin de kale draaggolf die veel sterker is van de zender. Ik denk dat de reden voor de keuze van de subcarrier eerder is dat dit veel minder storing geeft en dat het signaal makkelijk op te vangen is dan dat het gemaskeerd zou worden. In het apparaat en zijn voorgangers wordt ook voor het eerst een passief element gebruikt dat zich in de antenne bevindt. Dat passieve element dat behoeft wat uitleg. De stroomvoorziening in de jaren was nog een groot probleem. Bovendien was het al een ware huzarenstukje om de afluisterapparaten überhaupt in een gebouw met diplomatieke status te krijgen. Je wilde niet elke paar dagen het apparaat van nieuwe batterijen moeten voorzien. Om die reden kreeg de bug zijn voedingsspanning uit een sterk hoogfrequent veld, waarmee hij werd aangestraald vanaf de luisterpost, die zich om die reden niet op grote afstand kon bevinden. Het principe lijkt sterk op het draadloos opladen van accu's, zoals dat tegenwoordig meer en meer gebruikt wordt.
De eigenlijke zender van het EC3-systeem vormt dus een zogenaamd passief element, waarbij geen voedingsspanning in de vorm van een al dan niet oplaadbare batterij nodig is. Dit passieve element is eigenlijk een open dipool met een lengte van ongeveer een halve golf. De dipool bestaat uit een holle, dikkere en een dunne helft die in het midden aan elkaar zijn geschroefd. Alle onderdelen, met uitzondering van de microfoon, bevinden zich dus in het dikke deel van de antenne zelf. Drie aansluitdraden, wit, rood en groen, strekken zich uit van het ingegoten onderste uiteinde naar de dikkere helft. Die draden die dienen voor de aansluiting van de microfoon. Doordat de microfoon zich bij deze nieuwere versie niet in de antenne zelf bevindt, kan de antenne verticaal worden opgesteld. De schakeling werkt zoals volgt. In het midden van de dipool zit een diode. In deze tijd was er niet zoveel keus en halfgeleide diodes voor frequenties net onder de 400 MHz die waren kwetsbaar. Zo kwetsbaar dat deze in dit geval kapot ging als hij in de nabijheid van de zender in de luisterpost werd gebruikt. De zender werkte zoals dat in die periode gebruikelijk was met een QQE0320 buis in de driver en een QQE0640 in de eindtrap. Het zendvermogen was instelbaar tussen 0,4 en 40 watt op 378 MHz dus. Midden in de dipool zat dus een UHF-detectiediode. Van de anode en de kathode van de diode gingen twee smoorspoeltjes met op het uiteinde daarvan een ontkoppelcondensator van 500 picofarad. En uit die twee draden vanaf de condensator en de smoorspoeltjes, daar kwam dus de gelijkspanning waarmee de transistorschakeling van de buck kon worden gevoerd. Die schakeling die bestaat uit een audioversterker en een oscillator op 100 kHz die door het audio in FM gemodelleerd wordt, dus die 100 kHz. Die 100 kHz die wordt vervolgens op de voedingsspanning gemodelleerd die vanaf de diode komt. Hierdoor wordt via de diode het signaal op 378 MHz in AM gemodelleerd met de 100 kHz hulpdraaggolf die de modulatie bevat in FM. Vervolgens wordt aan de luisterpostzijde afgestemd op een frequentie van 100 kHz boven of 100 kHz onder de 378 MHz van de draaggolf. Bij eerdere versies werd AM gebruikt op de draaggolf zelf, dus gewoon het audio direct op 0 Hz. Maar ongetwijfeld werkt een systeem met hulpdraaggolven in FM een stuk beter op het gebied van zowel geluidskwaliteit, stoorgevoeligheid en hoe makkelijk het is om het signaal uit het audio te detecteren. Het is dus een bijzonder apparaat waarbij een zender zowel zorgt voor de voedingsspanning als voor de draaggolf waarop aan de zijde van de buck het audio wordt gemodelleerd en teruggestuurd. Ja, ik krijg redelijk wat reacties over het onderwerp micronaties. Dat zijn vooral positieve reacties en enkeling vindt dat het geen plaats heeft in deze uitzending. Zoals ik eerder al zei, het onderwerp, hoewel ik er zelf wel veel mee bezig ben, zal niet een hoofdrol in de uitzendingen krijgen. Maar zeker gezien hoe het bij veel luisteraars gewaardeerd wordt, zal ik er toch af en toe aandacht aan blijven besteden. Vandaag heb ik opnieuw een onderwerp uit deze categorie. De titel is het conflict over Hans Island, de enigszins onhandige uitkomst van de eerste door een computerprogramma vastgestelde internationale grens. Het is niet zo bekend dat de landsgrenzen van Canada en Denemarken slechts 20 kilometer uit elkaar liggen. Ver boven de Poolcirkel is een zeestraat van enkele tientallen kilometers breed tussen Groenland en Ellesmere Island in het meest noordelijke deel van Canada. In de smalle strook water tussen beide gebieden, de Nares-streed, liggen relatief dicht bij elkaar drie eilandjes. De twee grootste ervan, Franklin Island en Crozier Island, horen bij Groenland. Hans Island, het derde eiland, dat iets verder vanaf Groenland ligt, wordt zowel door Groenland als door Canada geclaimd. Hans Island was lange tijd alleen bekend bij de Inuit-bevolking van Noord-Groenland en Noord-Canada, lang voordat de gebieden gekoloniseerd werden. De eerste Europeanen in het gebied kwamen pas in het begin van de 19e eeuw. Steeds meer delen van de wereld werden in de 19e eeuw door middel van expedities in kaart gebracht en het gebied rond Hans Island werd rond 1850 en 1880 door meerdere van dit soort expedities bezocht. Het eiland is genoemd naar Hans Hendrik, wiens Inuitnaam Soursak is. Hendrik was een Arktische ontdekkingsreiziger en een vertaler in dienst van de Amerikaanse en Britse expedities tussen 1853 en 1876. Tussen 1920 en 1923 werd de regio door een Deense expeditie meer nauwkeurig in kaart gebracht in het kader van een project dat de hele omliggende Groenlandse kust omvatte. Vervolgens kwam Groenland in 1933 officieel bij Denemarken te horen. Dat land claimt nu nog steeds op basis van dat besluit van een internationale rechtbank dat ook Hans Island tot het grondgebied van Groenland behoort. In de jaren 60 van de vorige eeuw vonden diverse opmetingen van de regio rond de Nares-streed plaats. Seismische activiteit die werd gemeten, cartografie, archeologie, beweging van het ijs en bovenal de economische waarde van eventuele bodemrijkdommen die zich in het gebied bevinden.
In 1973 vonden onderhandelingen plaats tussen Canada en Denemarken op basis van gegevens van mensen die in de regio werkzaam waren. Die stelden bijvoorbeeld de exacte plek van het eiland vast, want dat was daarvoor nog niet bekend, om de grenzen onderzee definitief te kunnen afspreken. Beide landen werden het eens, echter niet over Hans Island. Canada claimde nog steeds dat het eiland tot haar territorium behoorde en over het eiland werd in het akkoord dus geen overeenstemming bereikt. In het verdrag werd daarom wel een definitieve grens overeengekomen, onder andere over het continentaal plat, dat het recht op exploitatie van bodemschatten als olie en gas bepaalt, maar Hans Island die bleef er buiten. De Verenigde Naties ratificeerden het verdrag tussen beide landen hierover op 17 december 1973 en 13 maart van het jaar erop was de datum dat het verdrag dus inging. Niet alleen was de vastgestelde grens de langste grens ooit door een verdrag bezegeld, het was tevens de eerste grens over dit soort belangrijke economische belangen die door een computerprogramma werd bepaald. De afgesproken grens in het verdrag omvat 127 plekken in het water die samen het verloop van de grens onder zee bepalen tussen de beide landen. Eén stuk lijn dat tussen punt 122 en punt 123 ligt, werd in het verdrag dus overgeslagen. Exact midden tussen deze twee punten ligt Hans Island. Dit lijkt lange tijd geen enkel probleem. Het gebied heeft een bizar streng klimaat, mensen wonen er nauwelijks. Tussen 1980 en 1983 werd vervolgens nogmaals het bewegen van de ijsvlaktes en gletsjers op en rond Hans Island vastgesteld. Dit wordt gedaan door het in Canada gevestigde bedrijf Dome Petroleum Limited. Ja, en daarmee zijn de poppen dan al aan het dansen. In 1984 schrijft journalist Ken Harper uit Iqaluit, dat met 6000 inwoners de provinciehoofdstad is van de aan Groenland grenzende Canadese regio Nunavut, een artikel in de Groenlandse lokale krant Hainang. Harper beschrijft in het artikel dat hij op het ijs nabij de Canadese plaats Resolute in het jaar van 1983 een man tegenkwam. Deze man droeg een hoed met het opschrift Hans Island NWT. De afkorting staat voor Northwest Territories, het gebied in Canada dat ten westen van Nunavut ligt, dus niet aan Groenland grenst. De man bleek een werknemer van het eerder genoemde Canadese bedrijf Dome Petroleum te zijn. Die had deelgenomen aan het onderzoek naar de migratie van het ijs op het betwiste eiland. Op zich een onbelangrijke gebeurtenis, zo lijkt het, maar het krantenbericht wordt opgepikt door zowel een lokale krant ver weg in de Deense hoofdstad Kopenhagen als door de CBC in Canada, een radiostation. De reden daarvan is vermoedelijk dat er op dat moment door Canada en Denemarken gepraat wordt over de exploitatie van de oliereserves in de regio. In het verdrag waarvan hier sprake is, wordt ook een uitwisseling geregeld tussen beide landen voor gezamenlijk onderzoek op en rond Hans Island. Doel van het verdrag was ook om toekomstige problemen over de kwestie te vermijden. Enigszins naar analogie van wat destijds de aanleiding was voor de Falklandoorlog, was het in Calgary gevestigde Dome Petroleum, zonder dat de politici dat wisten, naast hun legale onderzoek naar gletsjers in het gebied ook begonnen om onderzoek te doen naar de grondstoffen op het eiland. Volgens het artikel van Harper was het Canadese ministerie dat de onderhandelingen voerde hier niet van op de hoogte, maar was het onderzoek wel degelijk geïnstigeerd door Canadese overheidsfunctionarissen. Vervolgens kwam de zaak in een stroomversnelling. In datzelfde jaar huurde een inwoner van Groenland een helikopter en vloog naar het onherbergzame eiland om te zien of er niet toch sprake was van een misverstand of een spraakverwarring. Het gebied is zo uitgestrekt en zo weinig door mensen bezocht dat de vergissing makkelijk gemaakt is. Later in datzelfde jaar plaatste de Deense minister voor Groenland vervolgens een vlag op het eiland met de Deense tekst "Welkom op het Deense eiland". Het gerucht gaat dat hij er ook een fles cognac bij legde. Pas in het tijdperk van het moderne internet kwam de zaak vervolgens opnieuw onder de aandacht. In maart 2004 kwam de Canadese krant National Post met een artikel over het eiland dat de zaak vervolgens internationaal ook bij andere kranten aan het rollen bracht. Het artikel stelde een vijfjarenplan voor om de soevereiniteit van het Arctische gebied in en rond Canada beter onder controle te krijgen. Heel kort wordt in het artikel ook het verschil van mening over Hans Island aangestipt, waarbij de journalist ook nog even opmerkt dat Denemarken oorlogsschepen naar het eiland had gestuurd of zou hebben gestuurd. Zoals dat vaker gaat, spitst de zaak zich in de pers vooral geheel toe op Hans Island, terwijl het over een veel grotere kwestie ging. Over het gebied van de Noordelijke IJszee bestaat verschil van mening tussen minimaal Canada, Denemarken, Rusland, Noorwegen, IJsland en in mindere mate Groot-Brittannië. Veel van deze landen zien bepaalde delen ervan als hun eigen territoriale wateren. De meeste Europese landen en de Verenigde Staten echter beschouwen het hele gebied officieel als internationale buitenterritoriale wateren. Na een nieuw artikel van dezelfde National Post-journalist krijgt de zaak ook politieke aandacht, wat nog wordt aangewakkerd doordat Deense zeelieden Hans Island enige tijd bezetten.
Daarop was er dan weer een Canadese militaire oefening in de regio die verder olie op het vuur gooide met kort daarvoor het plaatsen van de Deense vlag op het eiland. Beide landen claimen vervolgens soevereiniteit over het eiland, wat weer tot protesten van de Denen leidt als de Canadese minister van Defensie onaangekondigd het eiland bezoekt. De Deense regering kondigt daarop aan dat het van plan is het eiland ook te bezoeken en de Deense vlag terug op het eiland te plaatsen, wat men aangeeft dat het nog een hele onderneming is om naar het verafgelegen eiland toe te gaan. Dit gaat zo'n tijdje over en weer totdat Canadese autoriteiten in juli 2007 op basis van nieuwe satellietfoto's toegeven dat de internationale grens midden over het eiland zal lopen, daarmee impliciet erkennend dat het eilandje in ieder geval niet alleen Canadees is. Sindsdien is het redelijk stil over de kwestie. Ja, en dan zijn er nog wat trivia. Als Canada en Denemarken het eiland daadwerkelijk zouden delen, dan hebben beide landen ineens een nieuwe grens over land met twee landen in plaats van zoals dat nu is met één land. Canada heeft nu alleen een grens over land met de Verenigde Staten en Denemarken alleen met Duitsland. Ja, en dan de tweede trivia. In 2005 werden er verschillende advertentiecampagnes gevoerd via Google, die dan wel de soevereiniteit van Denemarken dan wel die van Canada over het eiland promoten. De eerste advertentie werd geplaatst door een Canadese inwoner van Toronto, die stelde dat het eiland bij Groenland hoort en daarbij een link plaatste naar het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De reclamecampagne die hier vervolgens over ontstond, staat bekend als de Google Fight of de Google War. Bronvermelding bij dit artikel de Engelstalige Wikipedia, oude krantenartikelen en diverse internetsites. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.